21 juli 2013 was de dag waarop prins Philip al zijn hele leven lang werd voorbereid. Op 53-jarige leeftijd legde hij eindelijk de eed af als 7e koning der Belgen. Maar wie is koning Philip echt? En is de invloed van zijn oom Boudewijn nu echt zo sterk geweest als wel eens wordt beweerd? In zijn boek Philip I, zoon van Boudewijn, haalt royaltykenner Thierry de Bel talrijke anekdotes aan die een kritisch beeld van onze nieuwe koning schetsen. De auteur is onze gast in een nieuwe aflevering van Actua Boeken. Thierry de Bel, welkom bij Actua TV. Dank u. U hebt een nieuw boek uit, Philip I, zoon van Boudewijn. Spirituele zoon. Hè. Toch eventjes preciseren, niet biologische zoon, maar spirituele zoon. En ik bedoel daar gewoon mee dat die man opgevoed geweest is door Boudewijn. We weten dat nu ook meer en meer, dankzij de onthullingen van Sibyl Celis. Ja, Philip is opgevoed door Boudewijn, heeft de lessen meegekregen van Boudewijn. En om misschien al direct met de deur in huis te vallen, de belangrijkste les die Boudewijn aan Philip meegegeven is dat hij de eenheid van het land moest bewaken. Dus als ik dan hoor, enkele dagen geleden, dat Philip de N-VA zal beschouwen als een partij als een ander, dan heb ik daar één uitleg voor. Dat is gewoon onzin. Dat is nonsens. Philip die droomt dag en nacht van het feit dat België uit elkaar zal vallen. We mogen dat echt niet onderschatten, ook die boodschap. Ja, hij is een beetje geïndoctrineerd. Hè. Je kan hij droomt er niet van, als je er nachtmerrie zijn. Wat zijn nachtmerrie is, maar ik wil maar zeggen, hij is er constant mee bezig inderdaad. Maar dus inderdaad, zoon van Boudewijn, spirituele zoon van Boudewijn. Omdat Boudewijn, ik herinner mij op een bepaald moment, het was in het boek van Liebaars. Liebaars was de grootmaarschalk van Boudewijn. Dat hij aan Boudewijn vertelde, kijk, ik moet er toch voor waken dat ik besef dat Philip mijn zoon niet is. Dus om maar te zeggen eigenlijk dat Boudewijn daar ook voortdurend mee bezig was. Philip is ook opgevoed, is getraind als toekomstige koning. In mijn boek vermeld ik dat nog eens heel duidelijk. In 1993 was het wel degelijk de bedoeling om Philip op de troon te brengen. Boudewijn had afgesproken met zijn broer Albert dat hij een stapje opzij zou zetten. Niet zozeer omdat Boudewijn problemen had met zijn broer, want die kwamen zeer goed overeen, maar Boudewijn had grote problemen met Paola. Hij heeft altijd gezegd, het Vlaamse volk zal Paola niet aanvaarden. Blijkbaar is dat dan toch uiteindelijk goed gekomen. Maar wat ik wil zeggen is dit, hè, dus Philip moest eigenlijk koning worden in 1993. Hij was zeer boos toen hij niet koning geworden is. We zien dat eigenlijk ook een beetje in die serie van Albert II, die op zich, op de VRT bedoel ik, hè, die fictieserie, of ja, mengeling van fictie en non-fictie, die niet zo goed is. Maar wat wel correct is, is dat Philip daar heel boos is als hij hoort dat zijn vader koning geworden. Dat is volgens mij wel authentiek. Ja. Nu, het boek beschrijft het hele leven van Philip. Het start bij zijn geboorte. Ja, die jongen komt eigenlijk terecht in een ontwricht gezin, want absoluut. Zijn ouders zijn levend fysiek gescheiden. Absoluut. Zijn niet onmiddellijk. Ja. Ik denk dat het goed is om dat een beetje correct te situeren. Dus eigenlijk, Albert leert Paola kennen. Ze hebben heel snel na elkaar 3 kinderen. En we mogen dat eigenlijk ook niet. Het is niet mijn taak om Paola te verdedigen, maar die vrouw heeft heel snel 3 kinderen gekregen. Het was trouwens de bedoeling van Albert om eigenlijk nog 4, een vierde of een vijfde kind te verwekken, want dat was zijn grote droom, hè, een groot gezin. Maar het is inderdaad zo, ja, midden jaren 60 valt dat gezin uiteen. Dus Philip heeft daar toch enkele gelukkige jaren, als ik het zo mag zeggen, gekend. Toch iets meer dan zijn broer Laurent. Maar het is waar, midden jaren 60 geworden. Ik noem dat een dysfunctioneel gezin. Inderdaad, er is geen gezin meer. Ik bedoel, Paola gaat haar eigen weg. Albert heeft zijn nieuwe gezin. Hè. Dat weten we nu ook met Sibyl en Delphine vanaf 68. Dus ja, dat is een heel belangrijke factor, denk ik, voor de persoonlijkheid van Philip. Maar langs de andere kant, we mogen dat niet overdrijven ook. Hè. In mijn vorige boek over Laurent heb ik dat ook geschreven. Kijk, je mag niet alles daarop smijten. Ik denk, er zijn nog mensen die een moeilijke jeugd meegemaakt hebben en die daar niet noodzakelijk, helemaal ontwricht zijn. Dus dat is een belangrijke factor zeker, maar er zijn nog andere aspecten ook. Hè. Ja, nu, wel duidelijk is ook dat het eigenlijk geen goede leerling is, geen goede student is. Maar Philip, ik durf dat schrijven. Waarom zou je dat niet mogen zijn? Philip is een domme gast. Hij is niet intelligent. Ik heb de indruk dat, sedert dat hij koning is, dat het een beetje moeilijker is om dat te zeggen, maar iemand die 0,5 op 20 gehaald heeft op rapporten, waarvan men de resultaten altijd verborgen heeft omdat dat staatsgeheim was, die jongen had het moeilijk op school. Daar is eigenlijk weinig discussie over. De vraag is alleen, mag je dat zeggen? Maar ik denk, waarom zou ik dat niet mogen zeggen?
Het is geen genie. Hè? Mm-hmm. Trouwens, dat is een typisch kenmerk van de Coburgs. Hè? De meeste Coburgs zijn niet zo verstandig. Ik bedoel, Albert is ook geen genie. Boudewijn was zeker ook geen genie. Er is wel één probleem met Philippe. Dat is dat hij zichzelf wel zeer hoog aanslaat. En ik denk dat je dan een probleem krijgt. Dus iemand die eigenlijk niet zo intelligent is, die zeer koppig is, want Philippe is een zeer koppig, ook weer typisch aan de Coburgs, maar ook tegelijk in feite zichzelf zeer hoog aanslaan. Ik denk dat dat wel een heel gevaarlijke cocktail is. En een van mijn stellingen in het boek is ook, ik denk dat Philippe, ik wil hem wel een kans geven, maar als men mij vraagt, gaat dat een goede koning worden? Ik denk het niet. En dat heeft te maken met die cocktail dus die typisch is aan Philippe, die koppigheid, het feit dat hij niet intelligent is, maar denkt. Hè, allee, het feit dat hij schermt met filosofen die hij gelezen heeft, die hij zogezegd in oud-Grieks gelezen heeft. Sorry, maar wat een onzin is dat. Het is niet omdat je moeilijke boeken van Kant, je beweert dat hij Kant gelezen heeft. Zelfs voor mij is dat een verschrikkelijk moeilijk boek, dus ik weet niet voor Philippe. Hij schermt met Heidegger, hij schermt met alle grote filosofen, maar wat heeft hij daar echt van begrepen? Nu, er wordt inderdaad nog wel zoals we meer zien bij koninklijke families, een aura opgebouwd rond de figuur van Philippe, wat zeer moeilijk is in deze gemediatiseerde tijden om dat vol te houden natuurlijk. Maar inderdaad, hij zou zeer veel boeken lezen, wordt dan gezegd. Mm-hmm. Ook Boudewijn heeft hem begeleid bij zijn studies eigenlijk. Hè. Ja, en heeft hij vooral de entourage van Boudewijn. Hè. Ja. Dat zijn vooral de mensen rondom Boudewijn, inderdaad. Zoals bijvoorbeeld een Didisheim, waarvan ik zeg, en nog steeds durf te beweren dat dat eigenlijk een natuurlijke zoon is van Leopold III. Daar is weinig discussie over bij Ruitenbach. Maar dus de entourage van Boudewijn heeft Philippe inderdaad begeleid. Maar die begeleiding ging eigenlijk zeer ver, hè, want we weten dat Philippe naar Amerika getrokken is, hè, naar de Universiteit van Stanford. Daar is eigenlijk ook een andere reden voor die in het boek staat. Mensen moeten dat maar eens lezen, wat de echte reden is. Maar in ieder geval, daar komt hij in een regime terecht dat zeer moeilijk is. Hè. Daar moet hij elke week 2-3 papers schrijven in het Engels. Philippe was het Engels niet machtig. Hè. Dat is toch weer eens een bewijs dat die jongen eigenlijk dat niet aankon. Maar dus, er zijn eigenlijk mensen die dat voor hem gaan schrijven. Ook Van Ieperzele. Van Ieperzele is bij Boudewijn gekomen in de jaren 80 en 83, dacht ik. Voormalige medewerker van Wilfried Martens. Wel, Van Ieperzele heeft toegegeven dat hij zelf ook Philippe begeleid heeft bij zijn studies. Ja, wat is de waarde dan van zo'n diploma? Ik bedoel, als iemand anders de paper schrijft, ik ben zelf gastprofessor aan de VUB, als ik te weten zou komen dat de student zijn vader ingeschakeld heeft bij het schrijven van een paper, dat kan niet. Maar goed, een prins of een kroonprins kan blijkbaar iets meer dan anderen. Ja, anderzijds heeft hij wel een zekere handigheid. Kan hij goed omgaan met mechaniek? Goed, maar dat is ook weer typisch aan de Coburgs. Dan was hij mechanicien geworden of Albert I droomde van treinen. Hij was liever mechanicien geworden van trein. Leopold III die sleutelde graag aan wagens. En Philippe inderdaad, hij sleutelt graag aan uurwerken, heb ik begrepen, aan oude radio's. Ja, maar goed, tussen dat en een koning zijn is er toch nog een heel groot verschil, denk ik. Ja, er is ook het verhaal dat hij gevechtspiloot is. Ja, toch niet onderschatten, zeg maar, nog een vastpiloot. Ja, maar dus ook dat weer moet je met een korreltje zout nemen. Zoals je zelf zei, ik bedoel, één keer dat iemand koning is, wordt hij of zij, want het kan ook natuurlijk, omgeven met een soort aura van, die officiële biografie van Philippe, van 23 bladzijden van het paleis. Wel, ik heb die gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, ik lag onder de tafel van het lachen, want die is zo ongeloofwaardig. Over het feit dat Philippe een vechtspiloot is, ik heb een aantal militairen gesproken daarover. Daar zijn toch twee verhalen of twee visies over. Er zijn sommige militairen die beweren dat Philippe inderdaad solo, want daar gaat het eigenlijk over, solo met een F-16 of een Mirage gevlogen zou hebben. Er zijn een aantal militairen, pas op, die toch dat manifest ontkennen. Die beweren dat het eigenlijk over een duo-zitter gaat, waar Philippe eigenlijk mee zit in dat vliegtuig. Dus volgens mij is dat toch ook niet helemaal correct. Langs de andere kant, de vraag is, wat is de waarde daarvan? Hè? Bedoel, of dat hij nu alleen op een F-16 kan vliegen of niet, of op een Mirage. Bedoel, maakt hem dat een betere koning? Ik zie ook niet in waarom dat men dat moet bevestigen in zijn biografie. Dat heeft eigenlijk geen enkele waarde, zoiets. Ja. Zo'n man als Philippe, die eigenlijk vanaf zijn kindsheid zo dicht opgevolgd wordt door de media, heeft hij eigenlijk nog een privéleven? Ik denk dat er heel veel zaken zijn over Philippe in zijn privéleven die we eigenlijk niet goed kennen, niet goed weten. Ik ga daar heel eerlijk zijn, ik ben er ook uiteraard achteraan gegaan. Wel, een van de zaken die mij... Dus jouw vraag was, heeft hij nog een privéleven? Ik denk het wel. Ik denk dat er... Ik ga een praktisch voorbeeld geven. Hè. Eerst en vooral, we weten niet goed hoe Philippe Mathilde heeft leren kennen.
Ik ben erachteraan gegaan. Blijkt dus dat dat eigenlijk verlopen is via een zus van Mathilde, Maria Lix. Mm-hmm. De mensen moeten dat maar eens lezen in mijn boek. Ik denk dat dat op zich interessant is. De zus die overleden is in 1997. En daar heeft hij dus eigenlijk het initiatief genomen om Mathilde, die in het buitenland zat, te gaan halen. Maar dat bewijst, men wist dat niet. Dus dat bewijst dat er zeker nog een privéleven is. Wat mij persoonlijk nog het meest intrigeert is... Ik weet dat sommige mensen zeggen mij dan, kijk, is dat belangrijk, moet je daar achteraan gaan? Maar ik vind het wel, dat gaat eigenlijk over de relatie tussen Filip en Mathilde. Sommige mensen hebben mij verteld, weliswaar in privé en zeker, ik mocht ze zeker niet citeren, dat dat eigenlijk een louter functionele relatie is. Hè? Dus dat Filip en Mathilde, dat eigenlijk een koppel is dat bij elkaar gekomen is. Omdat Mathilde dus heel veel voordelen haalt uit die relatie. En ook Filip heel veel voordelen uit de relatie met Mathilde. Maar dat dat eigenlijk geen echt koppel is, zoals een man en een vrouw, of twee mannen met elkaar, of twee vrouwen met elkaar, eigenlijk een koppel zouden moeten zijn. Dus ik bedoel daarmee met de volledige beleving, de lichamelijke beleving ook. Hè. Dus dat is natuurlijk een hele straffe stelling. Mariage de raison. Mariage de raison, zeker. Het zou niet nieuw zijn bij de kopers. Ja. Hè. Dat is nog gebeurd in het verleden. Maar wat natuurlijk wel straffer zou zijn, mocht blijken, en ik ben uiteraard ook niet de eerste die dat poneert, hè, de Borsu was mij voor op dat vlak, dat mocht prins Filip homoseksueel zijn of biseksueel, mocht blijken dus inderdaad dat hij eigenlijk geen lichamelijke gevoelens heeft voor Mathilde, wel, men kan mij dan vragen, ja, wat is het belang daarvan? Wel, het belang is groot, want dat zou eigenlijk willen zeggen dat Filip chanteerbaar is. Stel je voor dat er foto's zouden bestaan van een relatie tussen Filip en een man. Men heeft mij ooit verteld dat men Filip teruggevonden heeft in Duitsland, in wat men noemt darkrooms. Stel je voor dat daar bewijzen van zouden zijn en dat Filip chanteerbaar is als koning. Dat bedoel ik. Hè? Dus op zich is dat niet belangrijk. Van mij mag iedereen doen wat hij wil als hij volwassen is en als er consentment is, zoals dat heet. Maar als er foto's zijn, hetzelfde met Albert, was dat, hè? Koning Albert, zou ook gezien zijn op bepaalde feestjes, hè? Le Ballet Rose. Op zich doet die man wat hij wil, hè? Behalve dat daar minderjarigen waren natuurlijk. Maar stel dat daar foto's van zijn en dat die man dan onder druk gezet wordt door het gerecht, door magistraten of door anderen, dat is voor mij belangrijk. Hè? Dus ik ben erachteraan gegaan. Ik moet eerlijk zijn, in dit boek ben ik daar iets minder diep op ingegaan. Ik vind, de bedoeling was van een meer politiek boek te schrijven. Hè. Dus wie is die man, hoe staat hij ten opzichte van de partijen? Maar ik denk dat zijn elementen, je kan die nooit loszien van het koningschap. Hè. Dus mensen die zeggen, ja, dat is niet relevant, dat is niet waar, dat is zeer relevant, denk ik. Ja, die we toch hebben over zijn relatie met Mathilde. Wie draagt daar nu eigenlijk de broek in dat gezin? Want je hoort daar verschillende dingen over. Maar ik denk dat er maar één waarheid is, dat is Mathilde. Dat kan je zien. Ik herinner mij het beeldfragment van een enkele weken geleden toen ze op vakantie gingen naar Frankrijk, naar het fameuze Île-Dieu, waar je eigenlijk Mathilde letterlijk hoort zeggen, Philippe, in het Frans uiteraard, hè, want Frans is de voertaal, laat ons daar ook geen misverstanden voor bestaan, en niet Nederlands zoals in Albert II. Maar dus ze zei letterlijk, Philippe, kom eens hier, zet je naast mij. Dus alsof ze eigenlijk sprak met een kind. Hè. Dus ik heb letterlijk geschreven, ja, Filip was toen eigenlijk, of is toen eigenlijk het vijfde kind binnen het gezin. Dus er is eigenlijk maar één duidelijk feit. Ja, Mathilde draagt de broek. Mathilde is de baas in dat gezin. En dat levert opnieuw een probleem op. Want ik voelde misschien al je vraag komen. Kan dat wel? Wel eigenlijk niet. Hè. Want de koningin in België, weinig mensen weten dat, maar de koningin bestaat eigenlijk niet. Hè. In de grondwet wordt er enkel gesproken over de koning. En terecht ook voor een groot stuk, want het is hij die de eed afgelegd heeft, Mathilde niet. Maar stel je voor dat Mathilde nu invloed begint uit te oefenen op Filip, om bijvoorbeeld bepaalde wetten niet te tekenen of om bepaalde drukkingsgroepen meer of minder te aanvaarden. Ik herinner mij, in Nederland heeft Willem-Alexander toch heel duidelijk gezegd, ja, ik ben de koning, Maxima is het niet. Hè? Dus ik draag het koningschap. In België heb ik dat eigenlijk eerlijk gezegd niet gehoord. En dat is eigenlijk opnieuw een potentieel probleem. Vooral in mijn boek gaat het toch ook voor een stuk daarover. Als je weet dat Filip en Mathilde zeer gelovig zijn. Men kan opnieuw de vraag stellen, ja, maar is dat relevant? Zolang dat geloof eigenlijk privé beleefd wordt, is er geen probleem. Maar dat geloof van Filip gaat zeer ver. Hè. Op een bepaald moment zegt hij zelfs aan een politicus van, ja, ik begrijp niet hoe je eigenlijk vrijzinnig kan zijn in ons land. Dus dat zegt ook heel veel over Filip. Ja, Sybille de Longchamp, de tweede vrouw of de minnares van koning Albert geweest, of nog altijd koning Albert, zegt dat Filip autistisch is. Mm-hmm.
Is dat zo? Wel, op dat vlak heb ik het toch een beetje moeilijk in die zin dat zij Filip nooit gekend heeft. Laten we daar eerlijk zijn. Ik denk dat de getuigenis van Sibyl zeer interessant is op heel veel punten waar zij Albert gekend heeft en waar inderdaad ja, de geschiedenis van België er bijna anders uit gaat gezien. Het wordt moeilijker als zij zegt natuurlijk, als zij bepaalde waardeoordelen heeft over de kinderen van Albert, dus over Filip bijvoorbeeld, over Laurent. Het is wel zo, ik heb gesproken met een aantal mensen die uiteraard die daar heel dichtbij stonden. Het is zo dat zij geen informatie had via Albert. Dus als zij daar een oordeel over velt, denk ik wel dat zij dat enigszins correct kan inschatten. Langs de andere kant, ze is geen psychiater. En ik geef eerlijk toe, in mijn vorig boek heb ik ook gesuggereerd, ik heb de vraag gesteld, ik ben nooit zo ver gegaan als Sibyl zelf, heb ik de vraag gesteld of Filip inderdaad zou kunnen lijden aan het syndroom van Asperger, wat dus eigenlijk een vorm is van autisme. Mm-hmm. Ik heb mij dan gebaseerd op het oordeel van een bevriend psychiater. En wij hebben gewoon de vraag gesteld, we hebben nooit formeel gesteld, Filip heeft dat. Ik heb gewoon geprobeerd om Filip beter te begrijpen. Hè. Ik kan moeilijk zeggen ja, dat een man is die zeer vlot is in de omgang. Hij heeft geen talent voor social talk. Ik herinner mij een filmpje op YouTube, dat is trouwens nog altijd te bezichtigen, waar je eigenlijk Filip ziet binnenkomen in de aula. Dat is een paar jaar geleden. Die man is toch, ja, was op dat moment toch al in 50 en je ziet dat die man niet weet wat hij moet doen. Er is niemand die naast hem staat en dat duurt eigenlijk toch enkele minuten. Dus ja, er is misschien wel een probleem. En de vraag is dan, stel je voor dat dat inderdaad zo is, dat hij inderdaad aan autisme, ik druk me heel voorzichtig uit, hypothetisch, stel dat hij aan autisme zou lijden. Dan denk ik dat we opnieuw een probleem hebben, omdat er heel veel gesprekken zijn tussen de koning en een tweede persoon. Dus eigenlijk, ja, waar er maar twee personen zijn. En ik heb een politicus gehoord die mij letterlijk zei, er is een probleem als Filip een gesprek moet dragen. En in dat geval moet hij het gesprek dragen. En dan stel ik mij de vraag, ja, wat gebeurt er op dat moment? Er zijn een aantal anekdotes gekend waar hij dus ja, gesprekken had met buitenlandse gezagsdragers, waarin hij door de mand viel. Filip, allee, het is hard om te zeggen, Libaris heeft het gezegd, maar ik ben niet bang om dat te herhalen. Filip kan het niet. Hij zal het niet kunnen. Ja. Omdat het misschien ook niet zozeer te wijten is aan die opvoeding, waar je terecht naar verwees, maar misschien ook aan de persoonlijkheid van Filip. En dat is eigenlijk het drama van het Koningshuis van België. Omdat dus ja, alles is bepaald door erfelijkheid. En op een bepaald moment zit je vast. Door toeval eigenlijk, ja, door het feit dat Boudewijn geen kinderen kon krijgen, samen met Fabiola. Kom je dan eigenlijk terecht bij de kinderen van de broer van de koning. En als dat per ongeluk, als dat, ja, sorry voor het woord, als dat onbenullen zijn, dan zit je vast. Hè. Ja, het boek staat inderdaad vol met, ja, je kan het anekdotes noemen, maar eigenlijk is het...